Ouders en hun kinderen wensen te investeren in een appartement aan zee. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom. Hierdoor zijn de kinderen eigenaar van het appartement, maar komen de opbrengsten toe aan de ouders. Beide rechten, naakte eigendom en vruchtgebruik, vertegenwoordigen een deel in de verkoopprijs. Het aandeel van deze beide rechten in de prijs is afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruikers. Wat zijn nu precies de voordelen van dergelijke constructie? Ten eerste hebben de ouders het levenslang genot van het appartement. Zij kunnen het zelf bewonen of het verhuren en de huurinkomsten innen. Daartegenover staat wel dat zij zullen instaan voor de lasten, zoals de onroerende voorheffing, als ook voor alle kosten met uitzondering van de grove herstellingen die ten laste zijn van de kinderen. Het is belangrijk in de verkoopovereenkomst de rechten en de plichten van beide partijen te verduidelijken. Het tweede voordeel, dienen de kinderen geen successierechten meer te betalen op het appartement bij het overlijden van de ouders. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de waardering van het vruchtgebruik en de naakte eigendom correct gebeurt. Als ook dat elke partij zijn deel in de prijs betaalt. Indien de kinderen de financiële middelen niet hebben om een aandeel in de prijs te betalen, dan kunnen de ouders voor de aankoop de helden schenken aan de kinderen, mits hierop de schenkingsrechten in Vlaanderen 3% te betalen.